En dit is Albert Hermans uit Olmen. Albert, 25 jaar geleden hebt u het een en ander meegemaakt eigenlijk. Hè? Hier in hetzelfde Amerikaans theater, ja. Ah, dat was ook in het Amerikaans theater? 25 jaar geleden, ja. 30 maart 1968. Dan deed u mee aan een televisieprogramma toen, dat was in 1968. En dat heette De Muziekkampioen. De Muziekkampioen in presentatie van Prost Verbrugge. Ja, Prost Verbrugge, met het BRT-orkest en Francis B. als dirigent. Ja, en wat gebeurde er precies? Ik was toen nog heel klein als dat programma was. Ik kan me best voorstellen. Ja. Er werd een melodie gespeeld door het orkest van de BRT. En dan werd er door de kandidaten hindernissen genomen. En die het eerste hindernissen genomen had, moest dan proberen de juiste titel te raden van het gespeelde melodietje. En wat is er dan gebeurd? Of wat is er misgelopen? In de eerste uitzending zou Prost Verbrugge mij dan aankondigen. Want degene onder de kandidaten die iets kon, instrumentje spelen of iets zingen. Ik zou dan aan de beurt komen met een lied. En wat zou u dan in de zingen? Generale repetitie was het gelukt. En in de uitzending vergat Prost Verbrugge me aan te kondigen. Ah, en dat was een live uitzending en dan is dat dus niet gebeurd? Ik zou Santa Maria zingen en spijtig genoeg was het nummer er niet. Santa Maria, zo mooi, vergeef me mijn ontroering. Dat is 25 jaar geleden. Ja. Ja, al die en ik neem aan dat u daar erg mee zit. Heel erg. Ja, dat zegt u echt. Ah, wel Albert, sta op. We hebben een verrassing. Momentje, sta maar op. We hebben ook een generiek trouwens. We hebben trouwens nog een generiek van De Muziekkampioen. Als het... Okay, als je... ja. Ding, dong, duim. Wij zoeken De Muziekkampioen. Ding, dong, duim. Dit is de stem van Tony Corsari, want die presenteerde het eerste seizoen. Maar het tweede seizoen werd door de heel populaire en heel bekende Prost Verbrugge destijds gepresenteerd. Wel, ik heb iets van... We gaan het nu proberen goed te maken. Het beeld is ondertussen al terug zwart-wit, zoals destijds in 68. Dat klopt. Albert, hier is 25 jaar later Prost Verbrugge! Albert. Welkom in de Droomfabriek, meneer Verbrugge. Dank u wel. Fantastisch dat u gekomen bent. Wat is er toen fout gelopen eigenlijk in die Muziekkampioen? Eigenlijk niet heel veel, geloof ik. Ik geloof alleen maar de spanningen enzovoort. We hadden dat inderdaad gerepeteerd. We dachten de voorstelling met Albert te doen. We wisten nog niet goed of hij trompet speelde of hij ging zingen. Maar iets ging hij doen. We hadden allemaal gerepeteerd met Francis B. En toen het moment aangebroken was, ben ik dat helemaal vergeten. En ik weet nog altijd, je weet het ook nog altijd, Francis B. deed teken. Ik wist niet wat hij doelde. Maar het was alleen maar dat ik vergeten was om aan te kondigen dat hij een liedje ging zingen, Albert. En ik had het eigenlijk moeten zeggen in de stijl van die dagen. Dames en heren, mag ik je voorstellen, onze nieuwe kandidaat voor Muziekkampioen, Albert Hermans, uit ik weet niet meer waar. Olmen, ja. En hij gaat voor ons zingen Santa Lucia, was het? Nee. Ik geloof Santa Maria. Dat Santa Maria, maar van zijn ergste broers en zusters of hoe het ook mag nemen. Meneer Verbrugge, doet u dat nu maar, want dan gaan we het ineens goed maken. Alsjeblieft, hier is de microfoon. Ja, dank u wel. En ik verdwijn van het podium. Ja. Oké. Okay. Albert, daar sta je dan weer 25 jaar later. Wat kan ik nog zeggen? Al mijn excuses voor die keer, voor die vergetelheid. Och, dat heeft niet veel belang meer. Ik denk na 25 jaar dat we dat kunnen goedmaken vandaag. En we elkaar, ook vandaag nog, vandaag een beetje voor deze uitzending, elkaar nog beter leren kennen. Ik vind het echt fijn dat je er weer bij bent en lekker mocht bij zijn. Albert, zing nou Lilietje Santa Maria. He? We luisteren. Zo wonderbaar, ik leef alleen voor haar. Vergeef me mijn ontroering als zij niet bij me is. Vergeef me mijn vervoering als zij in de armen ligt. Vergeef Santa Maria. Het brandend liefdesvuur en maak Santa Maria dat het voor altijd duurt.
soms kwaad als ik er ben. Meer dan het goud is zij me waard. Zij maakt mijn land zo wonderbaar. Ik leef alleen voor haar. Vergeef me mijn ontroering als zij niet bij me is. Vergeef me mijn vervoering als zij in mijn armen ligt. Vergeef Santa Maria dit brandend liefdesvuur. En maak Santa Maria dat het voor altijd geeft u het beste. En Frans van Buggen komt het beste geven. Albert. En de Evening Stars. Wel bedankt.